Hallo allemaal, ik ben Joëno en welkom bij aflevering 32 van mijn de koning Kwiksep-carrière met Pro Sacramento 2018. We zitten in het tweede seizoen en vandaag is het tijd voor Milan San Remo, het eerste monument van het seizoen. Maar eerst gaan we eens kijken wat onze ronde renners hebben gedaan. Want natuurlijk is het parijs Nice en Terino Adriatico geweest. En uh, ja, we deden het daar redelijk goed, moet ik zeggen. Als we even Paris Nice hier terugvinden in het algemeen klassement, dan zien we dat we tweede geworden zijn. Jane Thomas was de beste. Uh, won met 52 seconden voorsprong op Bob Jongels dus. een dus tweede plaats, zeker niet slecht voor Jongels, zeker aangezien hij wat ziekjes was tijdens deze Paris -Nice. Derde plaats was voor Miguel Angel Lopez en andere grote namen in de top 10-klusroom, Tom Dumoulin, Richie Porte, Nibali Roglic dus. Echt wel uh, een zeer sterke prestatie van Bob Jongels. Dan hebben we natuurlijk ook de Tireno gehad en daar was Kalderman onze man en die deed het ook zeer goed. Werd derde op 35 seconden. Spijt dat er geen tijd uit was in de laatste etappe. Anders hadden we misschien nog iets dichter kunnen eindigen. Maar ja, met een derde plaats ben ik zeker ook tevreden. Het deelnemersveld was iets minder hier. Want uh, ja, behalve Bruce Yates hebben we natuurlijk iets minder grote namen. Ivan Ramiro Sosa is natuurlijk een groot talent. Net zoals Mike maar met Puzzle Vivo, World Pools. En uh, ja, dat zijn toch iets mindere namen, maar wel wat hulp. namen verder in de top 10 met Quintana, Kwiatkowski en Arru. Dus die uh, gaan, uh, hebben toch wel wat teleurgesteld. Ook Omen deed het zeer goed. Elfde als meesterknecht van Kelderman. Dus uh, dat was fantastisch. Nu gaan we verder met Mina Saremo. En ja, dat is natuurlijk een lange wedstrijd die uh, gefocust uh, legt op uh, die klemmetjes op het einde. En uh, ja, we gaan daar naartoe met de volgende selectie. Met Kappeki, de Klerk, Viviani, De bij en stuiven. Ja, dus geen uh, alle fliep of zo, geen echt super heuvel heuvel Maar uh, ja, we gaan dus gewoon sprint met Viviani. Of het zal lukken, weet ik niet. Want ja, het is altijd kantje boordje, natuurlijk met die heuveltjes op het einde. Maar we gaan het toch proberen om met Viviani deze koers te winnen. Vind je deze serie trouwens leuk? Ah, zeker niet om een like te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook op die rode knop. We zijn bezig aan de eerste klem van de dag. En dat is de Passo del Turkino. Ja, een uh, klem die iedereen wel aan kan. 24 kilometer lang. 1,4 Maar gemiddeld enkel. Op het einde is het wat stil. Dus uh, dat wordt geen enkel probleem. En uh, ja, we hebben ook goed nieuws. Want Viviani, een dagvorm van plus 5. Zijn heuvel staat van 73 naar 79. Dus ja, dat is gewoon fantastisch. Zijn uithouding 85, weerstand 85 en zijn sprint is momenteel zelf 86. Dus ik denk wel dat we een goede kans maken om zeker mee te spelen voor de overwinning. Want dat zal nodig zijn natuurlijk, want dat was de doelstelling van de sponsor natuurlijk. Die zegen pakken in Milan saremo Ondertussen hebben we de eerste klemmetjes al gehad in de finale. En ja, daar is niets gebeurd. Behalve dat de voorsprong van de koplopers wel redelijk fijn teruggelopen is. En uh, er zitten nog vier koplopers voor. Dat zijn de Zwitser Muller, de Amerikaan Garrison, de Fransman Le Bon. En dan ook nog een andere Fransman Chetou. Maar die zetten maar een half minuut voor. Dus uh, dat vormt geen enkel probleem om ze in te lopen. En uh, binnen 5 kilometer zal dat wel gebeuren. Want dan zetten we. Aan de Cipressa. Ondertussen gaan we eens kijken hoe het met Viviani gaat. En het gaat gewoon fantastisch met Viviani. Nog bijna niets van zijn hele bal kwijt. En hij uh, ja, heeft toch al een paar klemmetjes moeten doen. Maar de moeilijkste klem komt er nu natuurlijk aan. Dat is de Cipressa. En ondertussen aanval van die Lee Van Aard Van Garden Machete, Ke Cavendish. Oké, okay, dat is vreemd. Dat Cavendish hier gaat aanvallen. Maar ja, dat is geen probleem natuurlijk. We hebben natuurlijk ook nog Chaubert mee, dat is natuurlijk de titelverdediger. Want uh, met Chaubert hebben we vorig seizoen gewonnen door aan te vallen bovenop de pajo. Deze keer zal dat in principe niet gebeuren. Maar we gaan kijken wat er hier gebeurt en wie gaat er daar in de aanval naast. Het is Laurens naast. dus ja, op zich niet zo belangrijk. Want uh, die is zo goed niet. Dus even kijken, een Cipressa 5,8 kilometer lang, wel maar 4% gemiddeld. Dus uh, ja, als tempo hier zo blijft is het perfect voor Viviani. Maar daar komt Bennett, uh, het is Sam Bennett, dus uh, ook geen gevaar. Wie is dit? De Marky, dat is iets gevaarlijker. En we gaan proberen met stuiven mee te gaan, we hebben stuiven natuurlijk ook nog. En uh, stuiven moet wel een volgen, en dat doet hij blijkbaar niet. Nu, misschien. Nope, voilà, de markie heeft op, dus dat is goed. kunnen we met Viviani hier gewoon richting de top rijden. We zijn nog niet helemaal boven, maar het scheelt niet veel. En uh, ja, uh, gaat voorlopig nog zeer goed. Viviani heeft hier de kans om Milan Remo te winnen als Italiaans kampioen. Natuurlijk, een droom voor ieder Italiaanse renner. En uh, daar gaat Bennett ook nog tempo. Ik begrijp niet waarom Bennett hier volle bak aan het heven is. Het is toch een sprinter. Heeft Lotto soudal misschien een andere sprinter mee? Ja, Calipune. Oké, okay. ik begin het te begrijpen. Al kan Bennett natuurlijk ook gewoon de sprint aantrekken. Maar ja, dat is geen enkel probleem. De Cipressa is achter de rug en nu gaan we richting de Poncho. wel nog 11 kilometer wachten daarvoor. Maar uh, dat is geen enkel probleem. Kunnen we nog wat herstellen. Ondertussen is de koproep al lang ingehaald. En we moeten hier wel opletten dat we niet in een valpartij betrokken raken natuurlijk. Want dat zou echt wel heel jammer zijn. Maar we zijn beneden en dat is goed. En uh, zijn hele balk van Viviani is opnieuw helemaal volgelopen. En uh, het is zelfs de enige die een volledige hele balk heeft. Dus zo sterk is Viviani vandaag, of in deze koers tenminste. En Giobert uh, zit daar vooraan te rijden. Ondertussen is Viviani wel iets te ver. We gaan proberen eruit te komen om terug iets naar voren te rijden. Capecchi is hem nog altijd aan het beschermen, dus die doet dat goed. En we gaan kijken. Of we niet gewoon een klein traintje kunnen maken, dat zou misschien wel best zijn. Zodanig dat we zeker voor aanzetten. Joe mag als tweede man en Stuiven mag daar aan kop zetten. Heb ik Viviani de juiste renner laten volgen? Even kijken. Voilà, nu gaat, is het beter. En Stuiven, voilà. En Stuiven mag nu eventjes aan kop gaan rijden. Of ja, toch op zijn minst aan 85 tot we aan de Poggio zijn. Toch aan de voet van de Poggio. Want uh, ja, aanval ga ik niet doen met Viviani. Dat zou misschien wat over de top zijn. Want uh, ja, Viviani, Viviani is natuurlijk een sprinter. Ik denk niet dat we van iemand gek moeten hebben. Zo, mooi zijn mag te uh, stuiven. Als eerste boven komen op de podio. We gaan hem zijn energiezel geven. En wat laten versnellen naar 90. En hij wordt gevallen blijkbaar in de achtergrond nee, onder andere bij. Maar het gaat hier voorlopig al redelijk goed. Stuiven kan aan kop blijven, dat zou fantastisch nieuws zijn. Jawel, we zijn bijna boven, denk ik. Na de bord is de top denk ik. En als dit kan lukken, Ligt de rode loper uit voor Viviani? Dat kan niet anders, nog 6 kilometer en het zal nog naar beneden zijn. Ook wie is dat hier? Pruidler, de dopingzondaar. We moeten hem nog verwijderen uit deze database. Want, uh, ja, dopingzondaars ga ik in principe verwijderen. Maar ik heb het voorlopig nog niet gedaan. En nu is het aan Stuiven die naar beneden mag rijden, mag dat aan 99 doen. Joubert en Viviani zetten daar ook perfect, even kijken wie er in het wiel zit. Bennett, Juwen, Juwen zit wel in het wiel, dus dat kan misschien wel nog een probleem opleveren. Maar we zullen dat dan wel zien. Even kijken, en nu mag Joubert aan de sprint beginnen en nog energie zal geven. Oei, Juwen is al ons hoort bij, dat is jammer. Maar in principe zouden we dat wel nog moeten kunnen herstellen. Voilà, en nu mag Viviani komen. En we gaan kijken of we het kunnen halen. Gaan we het halen of niet? Gaan we het halen of niet? Jawel! Elia Viviani met overmacht. We winnen Milan Remo. Kon eigenlijk ook niet anders met deze dagvorm. Een fantastische koersreden gereden. Perfect uitgespeeld. En Viviani duidelijk de sterkste renner. En ook zo bij nog in de top 10. De eerste grote zege van het seizoen is dus binnen. En ja, de concurrentie was toch niet min als je de rest van de top 10 ziet met Degenko, Gaviria, Kurt Nielsen, Nizolo, de Degenkoop, Gaviria, Kort Nielsen, Nisolo, De Maai, Christophe Laporte en natuurlijk Philippe Gilbert. De volgende keer dat we terechtkomen, dan zetten we in de Inhariobeke, want dan doen we de E3-place. Ondertussen ik natuurlijk ook Catalonië, maar zoals ze eerder zei, tijdens de legt de focus vooral op de klassiekers. En uh, ja, hopelijk gaan we daar opnieuw weer goed presteren. Even kijken hoe het met de doelstellingen zit. Er dus zijn ja, al twee doelstellingen die niet gelukt waren. Maar nu Milan Milaan-Salemo een moeilijkere doelstelling, omdat we moesten winnen. Is dan wel gelukt. En hopelijk kunnen we dit doortrekken in de volgende wedstrijden. Voor vandaag wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.